wat heb ik me toch een partijtje honger. En het enige wat ik heb zijn die stomme stinkcakejes in mijn koelkastje hier. En ik heb zo geen zin meer in cakejes. Jongens, we gaan vandaag even op bezoek bij Fred de Robot. Hij heeft me buiten gesloten bij zijn huisje. Ik mag niet bij hem wonen, dus ik ben geforceerd om in een kleine rode container te wonen. Maar ik wil gewoon geen cakejes meer. Hallo, Fred? Hallo, ben je thuis? Hallo, Fred? Kan je de poort open doen? Waar is hij? Fred, ik zie je door de ramen, door de lamellen. Nee, hey, doe ze nou niet dicht, Fred. Wacht even hoor. Fred? Oh, hier ben je. Fred, hey, kan ik even binnenkomen? Waarom? Ik heb heel erg trek. Ik wil graag even een lunchpauze bij je houden. Heb je geld? Ik heb letterlijk niks. Ik heb helemaal niks. Sinds we hier zijn heb ik ook nog niks verzameld. Ik heb niks. Hoezo geld trouwens? Laat me binnen. Dit huis is voor ons gebouwd en jij bent buiten gesloten. Het minste wat je kan doen is me even wat eten geven. Gewoon even laten lunchen bij je. Oh, mag ik alsjeblieft binnenkomen? Ja. Oh, dankjewel Fred. Dankjewel. Ik ga wel op je bel klikken, want ik vind je bel gewoon nog steeds heel leuk. Ik ook. Hé, hey, wat heb je voor me? Kan ik lekker plaatsen? Nee, ik heb geen... Oh, dankjewel. Ik wil echt geen cake. Ik ga zitten en ik laat me verrassen, weet je? Ja, ik ook. Ober. Hoezo ober? Wat doe je lamellen eens open, man? Het is donker hier binnen. Er is geen ober, Fred. Ja, maar ik kom letterlijk bij jou op bezoek. Dat betekent dat jij even gezellig voor mij even wat eten moet maken. Oh, oké. Okay. Ik ga wat pakken. Ja, top, ik heb dankjewel. Het in de koelkast bewaard. Oh, ik ben zo benieuwd wat Fred voor me heeft. Echt waar. Oh ja, hier. Ik heb het. Ja? Ja. Kiezer getal 1, 2 of 3. 3. Lekker, goede keus. Kijk eens aan. Wat heb je voor... Alsjeblieft. Fred, wat is dit? Moertje. Fred, ik wil geen moertje. Ik wil eten. Ik wil geen... Dat jij nou een robot bent. Fred, ik wil geen moertje. Ik wil daadwerkelijk eten wat ik ook op kan eten. Oh, wat is dit nou weer? Wat geef je me nou weer? Fred, taart. Dit is geen taart. De heerlijk zelfgebakken. Fred, het is... jij bent een robot. Denk nou even aan dat ik gewoon een mens ben. Ik heb normaal eten nodig. Oh ja, hier. Oh, dit is ook weer helemaal wat verkeerd. Wat is dit? Dit is goud. Voor glanzende armen. Fred, heb je ook normaal eten voor me? Nee. Menselijk eten? Alsjeblieft. Ik smeek ga wel je. Zoeken. Oh, alsjeblieft, dankjewel. Wat heeft die Fred in de tussentijd allemaal gedaan in zijn huis, jongens? Volgens mij is er niet zoveel veranderd. Dus ik weet niet of hij hier dingetjes in zijn kastjes... Oh, wat heb je? Oh, je hebt koekjes voor me. Oh, nep. Dit is helemaal niet nep. Dit is gewoon echt. Graag, Fred. Oh, dankjewel, Fred. Dankjewel voor de koekjes. Dit is beter dan niks, jongens. Ik moet echt eten gaan regelen. Ik moet een eigen huis hebben en ik moet een keuken hebben. Weet je, wij gaan naar Benny toe. En wij gaan vandaag regelen dat Benny mijn huis gaat bouwen. Het is hier buiten, is het al een beetje veranderd, zag ik net. Fred, wat ben je aan het doen beneden? Fred? Waar ben je? Fred, waarom ben je nou weer klein? Ik moet erbij. Waar moet je bij? Fred, wat ga je doen? Waarom ben je nou zo klein? Ik moet aan het werk. Aan het werk? Voor wat? Fijne dag. Fred is zo... Oh, ik snap Fred af en toe echt niet, jongens. Hij heeft ook gewoon achtergelaten in zijn huis. Weet je, het zal allemaal wel. Fred, die moet aan het werk. En ik weet niet precies wat dat inhoudt aan het werk voor hem. Maar, oh, daar gaat hij. Wat gaat hij doen? Waar gaat hij heen? Zeg niet dat hij mijn huis in gaat. Oh, hij gaat mijn huis in. Oh, mijn god. Ja. Lukt het, Fred? Nou, weet je, jongens, laten we even naar Benny gaan. Kijken of Benny tijd voor mij heeft. Want ik wil denk ik ongeveer hier mijn huisje hebben. De grond is zo te zien al niet meer helemaal van dirt en weet ik voor wat. Dus ik denk dat ik hier ongeveer mijn huis wil hebben. Ter grootte van Freds huis. Ook met een eigen tuin en alles. En dan kunnen we ook gewoon mijn avontuur beginnen in mijn eigen huis en zo. Dus laten we even kijken of Benny aanwezig is. Wat is dit allemaal? Ik zat er net naar te kijken en toen besefte ik hem nog helemaal niet. Maar er is hier van alles... En daar heb je Benny ook. Er is hier van alles gaande, maar... Benny! Hallo, Benny! Hoor je mij? Ja, hier. Hey, Benny! Nee! Wacht, ja. Hey, wat is dit, man? Wat ben je aan het doen? Benny! Hij loopt gewoon weg. Hij loopt letterlijk weg. Hij kijkt me aan. Hij hoort dat ik aan het praten ben. En ze... Hoor je mij? Hij hoort me niet. Oh mijn god, wat gebeurt hier? Volgens mij is hier een brug aan het bouwen, jongens, die Benny. Alleen alles staat nog in de fundering en zo. Wauw, maar dit is wel handig. Ik bedoel, naar Benny's eiland toe daar en ons eilandje hier. Dat is natuurlijk wel moeilijk met dat water ertussen. De hele tijd dat heen en weer zwemmen en zo. Dus dit gaat wel handig zijn. Het feit dat we zo meteen een brug hebben. Want kijk, nu moet ik weer helemaal die kant op gaan zwemmen. Vet wel handig. Maar die man loopt gewoon weg. Ik roep hem. Ik zeg gedag. Hij kijkt me aan en hij loopt weg. Die Benny blijft ook een vreemde vogel. Kijk, we kunnen gelukkig via de dingen hier omhoog. Scaffolding. Benny! Waar ben je? Hallo? Ben je thuis? Hij heeft alles dicht gedaan. Zijn lamellen zijn allemaal dicht. Hallo? Benny, je hebt geen deurbel. Waarom heb je geen deurbel? Ik kom gewoon binnen, hoor. Ik kom gewoon binnen. Ik klop gewoon aan. Hallo? Is er iemand thuis? Hallo? Hallo? Hè? Kan ik hier niet door het grote raam kijken? Daar heeft hij volgens mij geen lamellen. Hier. Hier kan ik gewoon naar binnen kijken. Hij is niet eens thuis.
Oh mijn god, hij zit op de luchtballon. Natuurlijk, Penny. Waarom... Hallo? Waarom loop jij weg? Goeiedag. Penny, ik was tegen je aan het praten net. Je keek me recht in mijn ogen aan en volgens loop je weg. Ja, maar ik had het even druk. Je had het even druk met wat. Dankjewel. Hé, ik heb een nieuw bouwverzoekje voor je. En ik heb wat voor je. Ja, maar ik ben ontzettend druk. Ik heb goud. Goud? Ja, kijk. Echt goud. Wat doe je? Ben je nou op aan het slaan? Of aan het bijten? Even bijten, even kijken of het echt is. Het is echt, het is echt. Het is echt, inderdaad. Oh, het is echt, ja, top. Ja. Hé, hey, is dat maar, goed genoeg? Ja, maar ik ben wel druk, dus is met het een groot verzoek? Ja, het is op zich net zo groot als het huis van je Fred weet zelf. Dat ik ben niet de bouwer, ben, dus ja, ik bouw niet de bouwer, maar wat bouw je? Ik heb letterlijk alleen nog maar je eigen huis gezien. Ja, ik ben altijd aan het bouwen. Ja, maar er is niks anders wat hier gebouwd is. Heb je die enorme brug niet gezien? Ja, oké, je bent met die brug aan het bouwen, dat klopt, sorry. Maar, weet je hoeveel precisie dat allemaal kost? Die brug om te bouwen. Ja, ik vind zelf bouwen ook heel erg leuk. Alleen, waarom bouw je dan niet zelf? Daar heeft hij best wel een goed punt. Nee, weet je wat, Benny? Ik vind het leuk dat jij bouwt. Ik bouw altijd zelf mijn huisjes. Ik ben er altijd van. Maar ik vind het leuk hoe jij Fred's huis hebt gebouwd. Ik wil eigenlijk een beetje ook zo'n soort huis. Maar dan in mijn eigen kleur. Jullie wonen samen, toch? Nee, hij heeft mij uit huis gegooid. Oh. Ja, ik woon in die kleine container die jij had neergezet met alle spulletjes erin. Dat is mijn huis tegenwoordig. Ja, die wordt morgen opgehaald trouwens. Nee, dat is mijn huis. Wil je alsjeblieft een nieuw huis bouwen dan? Ik smeek het je. Ik heb letterlijk als die container weg wordt gehaald, heb ik niks meer. Je kan toch niet zomaar in een container gaan wonen? Ja, wat moet ik dan? Op straat wonen? Nou, ik zie geen andere optie. Oh ja, dat jij een huis... Kijk, er is al een mooi platform daar. Gewoon, er zou daar een prachtig huis kunnen komen. Ja, zou. Ik heb je goud gegeven. Dat klopt, ja. Dus als deze brug dan klaar is, zou je dan alsjeblieft een huis voor mij kunnen bouwen, Benny de Bouwer? Ja, maar ik moet nu echt even aan het werk. Ja, oké, dan kan je nu aan het werk, dan laat ik je nu met rust. Wat zijn je wensen? Kun je die in een briefje achterlaten in mijn brievenbus? Een briefje achterlaten? Dat gaan we doen. Dat gaan we helemaal regelen. Ik ga kijken of ik ergens een boekje kan regelen en zo. En dan ga ik al mijn wensen achterlaten in je brievenbus. Dat is goed. Dan kan ik een prijsopgave maken en starten met de fundering. Prijsopgave? Ik heb je al goud gegeven. Fijne dag. Nou, ik ben niet af en toe ook gemeen, jongens. Oké, jongens, ik heb een boek en quill nodig. Want met een boek en quill kunnen wij natuurlijk zorgen dat we een boekje kunnen achterlaten voor Benny de Bouwer. Dus laten we even kijken of we dat kunnen regelen. Tussentijd is mijn eten weer op. Dus we moeten ook echt eten regelen. Maar ja, dan moet ik sugarcane hebben en dan moet ik weet ik wat allemaal hebben. En ik heb nog niks daarvan hier gezien. En dan moet ik ook leer zien te toveren. En een veer. Weet je wat, we gaan heel even op bezoek bij Alfred. Misschien dat Alfred een bepaald aantal items voor mij heeft. Hij is allemaal, weet ik wat, allemaal aan het doen, aan het zoeken en gek aan het doen en zo. Wie weet heeft hij wat voor me. Dan ga ik ook gelijk om eten bij hem smeken, want mijn eten is wederom gewoon... Het gaat echt droevig, dat eten van mij. Kijk, hier is het kamp van Fred en dat betekent dat daarachter de grot van Alfred is. Alfred? Hallo? Ik zie dat je uitgravingen groter zijn geworden en heftiger. Hallo? Oh mijn god, waar is hij? Kijk, die heb ik nodig. Een cake. Oh, ik wil niet weer eigenlijk deze grot. De laatste keer dat ik in deze grot ben geweest, jongens, ben ik bijna dood gegaan. Dat was niet heel fijn. Hallo, ik neem een hapje van die cake. Ik hoor hem. Alfred. Oh mijn god, wat heb je gevonden? Alfred, hey! Hey, Alfred! Hallo? Hallo? Alfred. Oh, ik wilde net in je oors gaan fluisteren. Hey, Alfred. Nee. Weet je nog dat jij mij hier naar beneden liet vallen? Nee. Dat je ik zeg maar bijna... Nee, dat ik bijna dood ging. Dat ik nog maar een half hartje had. Weet je dat nog? Dat jij dat deed bij mij? Hé, dat is de andere uitgang. Alfred, wacht even. Waar ga je heen? Alfred, hallo. Wat is er aan de hand? Wat heb je nou weer gevonden? Ja, daar is het kamp van opa Gerard. En blijkbaar ook opa Toos, maar die is je 4 maanden al niet gezien. Maar dat is even niet belangrijk. Kom even naar je. Ja, opa Gerard. Kom even naar je ontdekking. Wat heb je nou weer ontdekt? Kijk hoe groot dit is. Ja, ik heb nog nooit zoiets gevonden. Je hebt letterlijk in Content Phase Season 2 had je een groot dinosaurus of een grote T-Rex had je staan. Ja, maar... Ja, maar dit is een enorm groot bot. Ik denk van een bronchitaurier. Oké, nou, heel interessant. Hé, wat had jij nou net in je handen daar? Nee, ja, maar nee, dat is mijn notitieblaadje. Ja, Alfred, weet je nog dat je mij naar beneden liet vallen hier? Jij staat bij mij in het krijt, als het ware. Of andersom, weet ik voor je dat zegt. Jij bent mij iets verschuldigd. Mag ik alsjeblieft jouw boekje lenen? Waarom? Ik heb een boekje nodig waardoor ik mijn notities achter kan laten. Of mijn wensen voor mijn huis die dan Benny de Bouwer kan bouwen. Ja, maar krijg ik hem dan wel terug? Ja, prima. Je krijgt Waarom hem terug. Waarom duurt dat zo lang? Ja, ik moest even nadenken, maar je krijgt hem terug. Dat beloof ik. Ik beloof het, oké? Als dat niet zo is,
Als dat niet zo is, dan mag jij... Dan help ik jou een keer een hele dag met uitgraven hier. Dat beloof ik je. Dat echt? Dat beloof ik je. Dan ga ik een hele dag met je mee. Dan kleed ik me zoals jij. Doe ik ook een kapotte bril op. En dan ga ik de hele dag ga ik met jou op avontuur om dingen te onderzoeken. Als jij hem niet terugkrijgt. Dat lijkt me wel leuk. Ja, dat gaat dus eigenlijk niet gebeuren, maar... Waarom niet? Omdat ik hem teruggeef, het boekje. Oh! Aha! Ja, even kijken. Ik maak even mijn notitie af. Afgesloten. Afgesloten. En niet aankomen. En groet Alfred. Groet Alfred. Het past niet. Maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ik weet je. AF, goed zo. Ja. Mag ik dan jouw boekje hebben? Ja. Ja. Ah, top, niet dankjewel. Openen. En laat de eerste pagina in zijn waarde, want het is heel belangrijk voor mij. Ja, prima, komt goed. Hey Alfred, dankjewel. Succes met opgraven hier. Ik breng hem later een keertje terug, oké, dit boekje. Ja, ik ga Gerard zoeken. Gerard is al boven, waarschijnlijk. Maar dat maakt niet uit. Dan zoek ik Toos. Oké, jongens, we hebben een boekje van Alfred gekregen. Helemaal top. Ik dacht al, Alfred, je houdt natuurlijk alles bij wat hij doet en weet ik wat. Dus ik ben heel blij dat hij een boekje had. Laten we heel even... naar mijn container gaan. En dan gaan we daar gaan we even mijn wensen opschrijven van wat ik allemaal wil in mijn huis. Of hoe ik mijn huis eruit wil hebben. Hoe dat er allemaal uit moet gaan zien. Onderweg eten we ook weer even een random taart op die we op de grond vinden. Oké. Ik wil hier ongeveer mijn huis hebben, jongens. En het huis... Wacht, wat heeft hij eigenlijk opgeschreven? Opgravingen Alfred. Enorme dreks. Dreks? Wat is een dreks nou weer? Direx kan ook. Een mensenbotten. Enorm groot bot. Koeienbotten. Afgesloten en niet aankomen. Groet AF. Nou, een beetje prima. We komen niet aan deze pagina. Huis van Walnoot. Zelfde stijl als huis van Fred. Kleur. Laten we doen. Cyan. In plaats van... Of cyan. Cyan. Kijk, hij heeft natuurlijk groen overal door zijn huis. Maar ik denk dat ik een beetje de kleur van mijn skin wil. Dus cyan / blauw moet mijn huis worden. Mooie tuin. Zwembad wil ik ook. Kelder. Zolder. En wat zou ik nog meer willen? In principe zou dit genoeg informatie moeten zijn voor het huis natuurlijk. Ik wil ook een poort. Poort wil ik hebben. En een weg naar Fred zijn huis. En de nieuwe... Oh, ik kan echt niet typen. Nieuwe brug. Hoppakee. Dan laten we dit even in de brievenbus van Benny de Bouwer gooien. Wat ben je aan het doen? Fred, waarom ben je aan het spioneren? Hallo, je bent me aan het... Ik zie je wel zitten hierachter. Je bent me aan het... Fred, wat ben je aan het doen? Nou, laten wij naar het huis van Benny gaan. Deze even in de brievenbus stoppen. En dan hopen dat Benny de bouwer binnenkort kan beginnen met het bouwen van mijn huis. Alright, dan zijn we aangekomen bij het huis. Dan heeft hij hier een kleine brievenbus staan. Helemaal prima. Dan kunnen we hier gewoon dit erin gooien. Kijk, lijken wandelen naar Benny de bouwer. Helemaal prima. Stoppen we erin. Benny, ik weet niet of je thuis bent inmiddels, want ik zag je niet bij de brug. Maar je hebt de brief in je brievenbus. Helemaal prima. Nou, jongens, we zijn één dag later in het leven. En laten we even kijken hoe ver Benny is met het... Er is letterlijk nog niks gebouwd. Ik heb letterlijk Benny gevraagd of hij überhaupt iets kon gaan doen. Maar helaas, jongens, het is nog niet zo ver. Maar waarom ik nou specifiek nu maar weer mijn opnames aanzet? Omdat ik naar links keek en ik zag daar opa Gerard in een holbewoner outfit op de trampoline springen in de tuin van Fred. Gerard, wat ben je aan het doen? Trampoline springen. Waarom ben je... Wat ben je aan het doen, man? Doe de poorts voor me open. Hoe kom je daar? Springen. Doe de poorts open, joh. Doe niet zo moeilijk, man. Oh, er zit een klein deurtje aan de zijkant. Oh, mijn god. Hé, wat is met je outfit gebeurd? Ik heb je zo'n mooie gele outfit gegeven. Misschien. Heel misschien ben ik die kwijt. Oh, je bent je gek. Ik had je zo... Of oranje maar, was je zelfs. Ik heb deze gewassen in de beekje. Wat is... Jij in een beekje? Jij ziet er nog vies uit, man. Wat is er met je oranje outfit gebeurd? Nou, zou ik dat even vertellen? Ja, ga jij dat maar eens even vertellen. Wat is er met jouw oranje outfit? Ja, kom maar even mee. Ligt die in mijn huis? Ja. Nee. Ik ga er even bij zitten. Oh, jij gaat er even bij zitten. Nou, leg eens uit. Wat is er gebeurd met jouw oranje t-shirtje? Nou, dat is lang, lang geleden. Waar zijn we nou weer? Dit is de plek waar jij je t-shirt bent kwijtgeraakt of zo. We zijn in jouw verhaal zijn we beland. Mooi parcours, hè? Ja, prachtig dit. Ja. Maar wat is de bedoeling? Springen. Heel veel springen. Heel veel springen. Nou, laat ze zien. Dat is één. En dan hier gaan we door. Maar waar ben je? Ik snap niet zeg maar, wat we hier aan doen zijn. Jij zegt, weet je, ik ga jouw verhaaltje vertellen over hoe ik mijn t-shirt ben kwijtgeraakt. En dat ik mijn holbewoner outfit aan heb. En ineens zijn we hier. En dit is ik ben heel benieuwd waar dit op uit gaat komen. Water, denk ik. Ja. Bye.
Nou, helemaal prima. Ik snap nog steeds niet echt wat we hier doen, maar ik volg je maar gewoon open, Gerard. Weet je wat het was? Nou? Ik kwam hier tegen een cactus aan. Ja? Je kwam tegen een cactus aan? Ja, en er bleven allemaal van die dingetjes aan hangen. Aan je t-shirt? Ja. Oh, en daarom heb je je t-shirt uitgedaan. Ja, maar... Toen dacht ik, nou, trek ik er wat uit. Ja. Au! Wacht, ik wacht. Ik ben ook gevallen. Ha, nee, maar toen dacht ik... Ik hou hem nog even aan, want ik krijg er waarschijnlijk toch... Nou, waarom? Oeh, ik heb hem. Jij houdt hem. Hij lijkt makkelijk, maar is hij niet. Jij denkt, jij houdt hem nog even aan. Ik wacht hier wel bovenop je, Gerard. Ja, wacht maar op mij. Doe je nog even. Ik dacht, ik hou hem nog even aan. Maar je weet het maar nooit, dat we misschien koud wordt. Ja. Oh, dus wacht, hier kreeg je allemaal dingen. Spring nou eens normaal open, Gerard, man. Zo moeilijk is het sprongetje helemaal niet. Sorry. Ik moet even halen. Ik kan niet twee dingen tegelijk, hè? Oké, kom hierboven en vertel je verhaaltje verder. Oké, Gerard, nou, helemaal dikke prima, we gaan hier door. Toen kwam je hier ineens aan. En ja, toen, je t-shirt had je nog aan, maar hier zaten er allemaal kaktusdingetjes in je t-shirt. Ja, er zaten kaktusdingetjes aan en er waren heel veel muggen. En er waren heel veel muggen, dus wat deed je toen? Nou, ik had het toen heel warm, maar je ziet allemaal van die bestjes hier aan. Ja, allemaal mooie bestjes, ja. En muggen vind dat verschrikkelijk. Dus dan ik pak mijn t-shirt, er zitten steekhoedjes aan en dan ga ik die muggen slaan. Ah, dus op dit punt had je je t-shirt al uit? Ja, ik heb hem uit. Ik had hem in mijn linkerhand. Je had hem in je linkerhand? Ja. Nou, en toen ging je verder in de parcours? Ja, toen ging ik niet verder, want ik had hem echt heel erg beet. Hier een map. Hier een map. Daar heb je een mug. Ja, oké, prima. Volgens mij hier ook een. We komen langzaam dichter bij het mysterie wat er met je kleding is gebeurd. Volgens tegen deze tijd had je... Hier zat ook een mug. Hier zit ook een mug, ja, maar dat is niet zo heel belangrijk. Het is gewoon... Had je hier je t-shirt nog? Die had je in je handen. Ik had hem... Sprong? Ja, ik had hem nog vast. Oké, hier moest je onder water gaan. Dus wat heb je toen met je t-shirt gedaan? Ja... Toen had ik mijn broek uitgedaan, want ik wou niet dat hij nat werd. Dat was het. Oh, je had natuurlijk je broek uitgedaan. Oké, dus je sprong hier, toen had je... Je hebt inderdaad dat je zwembroek of je onderbroek aangetrokken. Ja. Maar ik heb mijn broek waar heb je kleding dan gedaan? In je kontzak of zo? Nee, ik had de linker en de rechterhand. Ja, dus je had het nu in je handen. Mijn linkerhand moest ik allemaal muggen meppen. En mijn rechterhand deed ik boven het water houden. Maar... Oh, ja? Dat ging niet. Want je moet hieronder doorzwemmen. Ja, dus dan zeg je, nou, misschien moet ik daar naartoe. Dus ik gooi het aan die kant op. Dus je kleding lag toen ongeveer daar. Oké, nou laten we verder gaan. Laten we even kijken of we het kunnen vinden. Hier moesten we omhoog gaan. Oké, in de maand dat je dan hier op het randje bent geëindigd. Zo, waar ben je? Oh, jij bent helemaal daar zelfs. Oké, dus hier pakte je je kleding weer. Ja, klopt. Ik pakte hier mijn kleding weer. Toen had ik hem hier nog beet. Maar ik was zelf al een beetje nat natuurlijk, hè. Ja, je was zelf natuurlijk al nat door dat water. Dus ik pakte mijn broek. En toen heb ik mezelf even afgedept. Dan heb je met je broek heb je afgedroogd. Ja, dan moet ik We moeten denk ik hierheen, zo. Ja, nou. En toen? Toen dacht ik, weet je wat ik toen dacht? Toen dacht ik, ik hang hem ergens op, dan kan hij droog. Oké. Toen heb ik hem hier volgens mij aangehangen. Mijn broek, hè? Mijn broek. Ja, ik moest nog steeds met mijn t-shirt allemaal met. Mijn t-shirt heb je alle muggen neergeslagen. Nog steeds, hè? Maar heel veel muggen. Ja, nog steeds. Ja, oké. Dus ik had daar mijn broek opgehangen. Ja. Toen was ik een beetje hier gaan mappen. Toen ging ik hier verder en verder. En toen je broek heb laten hangen. Dus je broek zou waarschijnlijk nog ergens daar liggen. Als we naar deze locatie toe gaan. Dat denk ik wel, Dan hebben we in ieder geval het mysterie van je broek opgelost. Nu de rest nog. Ja. Oké, hier kreeg het niet koud zonder broek hier. Nou, ben je wat wijs? Nou? Ik was hier. Ja. Maar ik kon niet meer terug. Nee, dus je broek die ligt daar. Ja, dus... Oké. Toen dacht ik... Dan wik ik mijn t-shirt halverwege, snap je? Ja. Dus je hebt je bovenlichaam, je onderbroek... Dus je t-shirt zat ongeveer bij je broek en tot je navel? Ja, daar zat hij. Heb ik een beetje ongewikkeld. Oké, dus jij had je broek om je middel. Toen ben je doorgegaan hierheen en toen. Toen met je... niet je broek, met je t-shirt om je middel... Ja. Liep je hier. Was ik gewoon doorgegaan. Die was je gewoon doorgegaan? Ja, was ik dat... De muggen waren inmiddels al weg, daar had je geen last meer van. Dus jij was gewoon rustig doorgegaan. Minder muggen, maar ze waren nog niet weg. Nee. Oké, en toen? Hier ben je gewoon heen gegaan? Ja, hier ben ik naartoe gegaan. Ja. Hier ben ik naartoe gegaan. En weet je wat hier zat? Heel veel mestkevers. Mestkevers zaten hier. Ja. Dus wat heb je gedaan? Je liep nog steeds met de t-shirt om je middel, liep je hier? Ja, ik heb niks tegen die mestkevers gedaan, maar het is goed voor de natuur, dacht ik. Nee, die ga je niet neerslaan. Dus je bent gewoon heel snel. Je dacht in één keer, je had de wind in je kont. Wind in je kont, dus jij gaat doorrennen. Ja, nog steeds met mijn t-shirt om mijn middel heen. Nog steeds met de t-shirt om je middel heen. Kun je niet gewoon...
Oh. Nou, dus jij dit ook natuurlijk gehaald. Dus ja. Was helemaal niks. Nog steeds met het ding om je middel. Dus ja. Het enige wat we opgelost hebben tot nu toe is de broek. De broek hangt nog steeds ergens bij, dus bij het water daar ergens om te drogen. Ja, klopt. Maar die zou inmiddels wel droog zijn, maar... Op dit moment kreeg ik last. Van wat? Van die steenkaktus. Oh, die kaktus zat natuurlijk die t-shirt om je middel. Ja. Maar ja, die dingen zaten nog steeds in die kaktuspinkeltjes. Ja, want elke keer verzakte de t-shirt een beetje af. Ja. Dus dan trak ik hem steeds strakker. Maar ja, wat er dan ook strakker gaat, zijn die naaldjes. Ah, die naaldjes die zaten op een gegeven moment jou helemaal lek te prikken. Ja. In plaats van die muggen. We moeten hier naartoe. Oh, we moesten hier dan. Oké, kijk, jij weet het natuurlijk. Huh? Ja, en dan? Huh? Spring je mis. Oh, dit sprongetje halen. Oh, dan springen we mis. Oké. Ja, wat er toen was, zou je niet geloven, hè? Nou, ik ben heel benieuwd. Zo had ik hem uitgedaan. Oh, je had hem uitgedaan? Ja, ik had hem op dit moment uitgedaan, want ik kon het niet meer aan. Dus je had hem in je handen weer? Ja, maar nu in mijn rechterhand. Niet meer in je linkerhand, maar nu in je rechterhand. Ja. We komen langzaam een beetje dichter bij het mysterie. Ik ben heel benieuwd wat je met je t-shirt gedaan hebt. Ja, dat snap ik wel. Ik haat dit. Amai. Hoppakee, en toen kwam je hier met de t-shirt in je rechterhand. Of eigenlijk is het meer een hoodie, je sweater. En weet je wat hier, wat denk je dat hier gebeurd is? Nou? Hij is in de fik gevlogen. Nee. Hier. Echt? Ja, ik sprong hier en toen kwam er zo'n vonkje. Oh, toen kwam er een vonkje net omhoog. Ja, maar en helemaal, zeker de t-shirt. Ja, maar niet helemaal in de fik natuurlijk, hè. Want, hij is niet helemaal weggebrand. Nee, hij is een beetje... De rechtermouw is gesmolten. Ja, ik schrok al. Dus de rechtermouw is inmiddels gesmolten. Ja. Oké. Okay. Maar dan denk je aan... Oh. Nou... Ik ben... Hé, hey, ho, hup, hey, ho, Oké, dus hier, inmiddels was je hier met de sweater in je rechterhand zonder rechtermouw. Correct, want die lag... Die was gewoon weggesmolten inmiddels. Ja, toen ben je hier naar beneden gegaan. Maar hij is afgebroken, dus je... Hij was afgebroken. Ja, deel 4 echt naar beneden, zo... Oké. Dus nu heb je een mouwloos sweatertje, ja? Ja, weet je wat toen was? Nou? Toen wou ik even gaan zitten. Toen ben je hier eventjes gaan zitten. Ja, toen zat ik mijn t-shirt, had ik de meeste dingetjes uitgetrokken, ben ik op gaan zitten. Oh, dus wacht, hoe bedoel je? Gewoon, ik heb mijn t-shirt op de grond gelegd. Oh, mijn kastjes dingetjes uitgedaan, want ik wou niet vies worden natuurlijk, hè. Ja, dus je hebt alle kaktusdingetjes eruit getrokken inmiddels? Ja, toen had ik mijn t-shirt op de grond gelegd. Ja? Toen ben ik op gaan zitten. Toen ben je even gaan zitten? Even tot rust komen natuurlijk. Even, want ik schrok natuurlijk van het hele enorme... Ja, dat snap ik. Dat kan gebeuren, weet je. Toen ben ik gaan zitten. Ja? En toen liep ik, stond ik op. Ja? En ik heb je hem laten liggen? Ja. Oh, je hebt hem hier laten liggen. Ja. Dus hij ligt, hij heeft hem ergens hier in het rode zand heb je hem laten liggen. Ja, verschrikkelijk. En wat heb je toen gedaan? Ben ik doorgegaan. Oh, je bent doorgegaan. Dus we gaan nog wel even door. Ja. Misschien dat er nog op het einde dat je wat herinnert, weet je, wat ze mee gedaan hebben. Dat we niet dit allemaal opnieuw hoeven te doen. En dan daadwerkelijk je t-shirt en zo te vinden die half kapot is. Ja. Deze kant. Dus toen. Niet. Nee, ik denk dat je hierheen moet, Gerard. Zo. En dan... Zo, kijk. Ja, dit is het. Kom je er niet meer uit? Nee, help! Oké, en toen ben je doorgegaan, maar je liep nu echt in je complete naakje. Zoals dit. Zo liep je erbij. Ja, zo ja. Ja, want ik was helemaal niet over nagedacht, want ik was nog steeds helemaal verslacht natuurlijk. Van je was helemaal verslacht. Dus je bent gewoon rustig doorgegaan. Ja. Ja, toch? Of niet? Ja, weet ik niet. Ik was er niet bij. Dit is jouw avontuur. Ik moet even nadenken. Je bent zo, boink, ben je hier naar zijn heen gegaan. Ah, verzeker. Je moet niet op die slijmblok springen. Ja, dat weet ik. Oké, en toen ben je naar beneden gegaan. Oh, Gerard, had jij dit allemaal... Waarom heb je dit überhaupt allemaal gedaan, dit? Wat was het doel ervan? Ja, dat weet ik niet meer. Dat weet je niet meer. Ja, dat weet ik niet meer. Wat het doel ervan was. Ja, ik weet het. Je weet het weer. Ik dacht dat ik Fred hierin zag. Of nee, Fred niet. Hallo, koekoek. Ik dacht dat ik Toos zag. Oh, je was op zoek naar Toos. Ik was op zoek naar Toos en toen zag ik wel. Oh, naar opa Toos natuurlijk. Ja, toen zag ik wel. En toen dacht ik, dat is hem. Oh, maar dat was hem helemaal niet natuurlijk. Dat denk ik dan niet. Oh, en wat is hier? Wat is hier op het einde dan? Oh, Gerard! Help! Hey! Waar ga ik heen? Hey! Oh. Hey! Oh, je bent... Oh, gebeurde dit ook vorige keer? Ja. Weet je wat ik toen deed? Nou? Toen pakte ik mijn broek. Ik had mijn broek nog aan. Je broek nog aan? Die had je toch achtergelaten? Ja, maar ik heb hier mezelf uitgedoofd met vuur. Met de broekslaan op mezelf. Ja, maar jij zegt net dat je je broek hebt laten drogen op een hekje. Ja, maar dan heb ik hem waarschijnlijk toch wel gepakt dan. Oh mijn god, dus hij is daar uiteindelijk niet blijven hangen. Nee, dat denk ik niet, nee. Oh, ik snap niks meer van je verhaal. Ja, ik vind het ook lastig. Maar ik weet zeker dat mijn t-shirt wel daar... Of, nou, ik zit te twijfelen. Oh, Gerard, je hebt net het hele verhaal verteld over dat je je t-shirt hebt laten liggen en je broek hebt laten liggen en zo. En waarom blijf ik vliegen? Wat plak je aan het plafond, ja?
Kom even hier, Henk. Misschien kan je me even slaan, even helpen. Oh! Nou ja, shit. Sorry. Nu moet je dit allemaal opnieuw doen. Oh, ja, ik vlieg niet meer. Top. Hey. Oké, Gerard en Toen. Dus je had wel of niet je broek aan op dit moment? Nee, niet meer aan, maar ik heb me vast. Want ik moest mezelf uitdoven natuurlijk. Ik snap er niks meer van. Dus je hebt je broek ineens weer in je handen. Terwijl we dachten dat je die achter had gelaten. Maar je broek heb je in je handen op dit moment in het verhaal. Ja. Dus ben je toen hierheen waarschijnlijk, dan hier omhoog geswommen. Ja. Met broek in je handen. Ja. En ik had nog heel warm, dus dit was heel chill. Ja. Ik geleerd, dit was helemaal lekker. Van mijn kleinzoon. Chill. Chill, dat is een hippe taal voor jou. Dan ging je hierheen. Ja. En ging je door. En toen ging je door, nog steeds met de broek in je handen. Toen ben je doorgegaan, hierheen. En toen? Heb ik hem hier aangedaan. Je hebt nog steeds je broek niet aangedaan. Hier heb ik hem aangedaan. Oh, hier doe je hem wel aan. Hier heb je je broek aangedaan. Ja, hier doe ik hem aan. Ja. Dan, prima, dan lopen we door. Tot nu toe klinkt het allemaal heel geloofwaardig wat je allemaal beleefd hebt, opa Gerard. Hoezo? Ja, maar... Ja, toch? Ja, totaal hoor. Absoluut. Het is niet alsof je volgens mij een verhaal uit je duim zuigt over dat je gewoon je kleding bent kwijtgeraakt. Nee. Oh, en toen ben je hierin gegaan. Ja, ja, met mijn broek aan. Met je broek aan? Ja. En nu? Ja, nu denk je van, hoe nu verder? Hoe nu verder, ja. Ik ben doorgegaan. Jij bent doorgegaan? Nou, laat zien. Ik ga achter je aan. Ja? Oh, wat is dit dan? Ja. Ik denk dat we moeten springen. Oh! Ah! Hey. Gerard! Hey. Nee! Hey. En weet je wat het toen was? Toen ik het heel warm. Ja? Toen dus toen heb je broek weer uit. Ja. Dus toen had je je broek weer uit. En toen? Dan kwam je mijn rechterhand. Toen had je je broek in je... Ah! Je springt verkeerd steeds. We moeten het beter timen. Kijk, je moet nu. Oké, ik wacht aan de overkant op je, Gerard. Je kan dit. Gezellig. Komt-ie. Ja, go. Hey. Goed zo. Dus hier had je je broek weer in je rechterhand. Ja. Waarschijnlijk half verbrand en al. Waarschijnlijk wel, ja. Waarschijnlijk wel, ja. Toen ben je hierheen gegaan. Toen heb je hier overheen gesprongen. Zo. Toen ben je hierheen Dit hebben we net gedaan. Oh, op het hekje moet je zo. Ja, ik snap hem. Oké, dan wacht ik hierop. Ja. Ik denk dat we er bijna zijn. Ik ben benieuwd wat de conclusie van dit verhaal gaat zijn. Ik denk, ja, dat snap ik. Oké, dus je had je broek nog in je handen. Ja. En je t-shirt was je al lang kwijt. Ja, die sowieso. En toen, ja. Oh, hier kreeg je vleugels. Hier kreeg ik vleugels en denk je, waarom? Ja. Nou. Om te vliegen. Ook mijn vleugels. Om te vliegen, ja, dat snap ik. Ging hier doorheen en dan kwamen we hier. En toen, ja, toen kwamen we hier. Toen botste ik hier tegenaan. Ja. En toen viel ik. Ja, toen viel je. En toen wou ik mijn beet pakken. Je wou je been pakken? Beet pakken, beet. Oh, je beet. Met een beet. Geen beet, ja, maar beet. Ik wou je beet pakken. Ja, toen pakte ik mijn beet met mijn handen. Ja. Maar ja, ik had eentje in mijn hand natuurlijk. Dus je liet je broek los. En toen? Beetvlag. Oh, toen vloog de... Toen vloog je broek weg. Ja. Dus dat is het verhaal. Ja. En ik moet dat geloven. Ja, zo is het dus wel gegaan. Dit is dus precies hoe jij je kleding bent kwijt. Gerard, sta op, mijn huis uit. Ik geloof er geen reet van. Dat is ik heb meegemaakt, ik heb het half kunnen zien, want je kan met heel veel detail kan je praten. Ik geloof er niks van. Jij bent gewoon je kleding kwijtgeraakt. Maar weet je wat ik ook zag? Nou? Ik zag Toos. Waar? Ja, ik zag Toos daar met een hele mooie vrouw. Waar toen, ga je heen? En toen ben je... Nou, jongens, laat even in de reacties weten. Geloof jullie het verhaal van opa Gerard? Is hij daadwerkelijk op die manier zijn kleding kwijtgeraakt? Of vond hij zijn gele outfit of zijn oranje outfit gewoon niet mooi? En wilde hij liever Soulbone eruit staan? Laat het nu weten in de reacties, terwijl je toch in de reacties aan het kijken bent. Vergeet even niet te liken en vergeet ook niet te abonneren. Nou, ik vind het een heel ongeloofwaardig verhaal in ieder geval, jongens, namens mijn kant. Dus ik hoop dat Benny gewoon snel... Oh, opa Gerard staat er nog steeds. Hoi, opa Gerard! Hoi! Ik hoop dat Benny de Bouwer gewoon snel aan de slag gaat met het bouwen van mijn huis. Dan kunnen we... uit de container, want die wordt als het goed is binnenkort opgehaald. Maar we gaan het maar gewoon even zien. In ieder geval, jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Content Fame Survival Island deel. Kijk nu eventjes, like nu eventjes. Goeie aanrader. En nu spreken we later. Glaasje water op vier flesje bier. Tot de volgende keer.